ik vind het echt verschrikkelijk spannend. Ik denk dat ik niet ga durven kijken. Ja. Ik ben er niet klaar voor om mezelf op het scherm te zien. Ik ken Emilie. We zijn samen naar Bulgarije geweest. Waar ze een documentaire maakten die gebruikt moest worden voor de Frankfurter Boegmessen. En dat was heel tof. We hebben ons daar goed geamuseerd. Zodanig goed zelfs dat we het ook jammer vonden dat we naar huis moesten. We zijn elkaar zo wel wat blijven zien, vriendschappelijk. En dan kwam het moment dat zij heel erg rock en roll met eigen centen een film ging maken. Ik vond dat indrukwekkend moedig. Maar er was een acteur afgevallen. Daags voor dag 1 van de opnames. Dus die is bij mij gekomen en die vroeg van, ik zit in de puree, kun je mij helpen? En ik heb dat maar, ja, ik ben menslievend, dat, ik heb dat maar toegezegd. En niet goed beseffende eigenlijk van, shit, wat heb ik nu toch toegezegd? Dus zondernacht stond ik op een filmset te acteren. Het is misschien nog het goede dat ik er ook niet te lang over heb moeten nadenken. Dus daags na de toezegging was ik al bezig. Ik ben een ongelooflijke klootzak. Dus ik dacht ook, maar alleen niet waarom ik... het is heel raar, want ik denk, als je mij zou vragen voor een cowboyfilm te doen, dan wil het de slechterik zijn. Maar het is zo... Ik denk dat het van een vrouwenfilm is. Wat dat oké is, hè. Vrouwenfilms moeten er zijn. Maar dat ik daar echt wel de lul speel. Het is raar. Als ik dat straks ga zien in de film, ga ik tegen mezelf constant moeten zeggen, het is een rol, Dimitri, het is een rol. Ik ben namelijk bang dat ik dat zo goed gedaan heb, dat heel geloofwaardig gaat overkomen. En dan hangt de levenslang vast aan dit soort rollen. Altijd. Wat doe ik? Ik zit gewoon gans een tijd vrouwen te bedriegen. En iedereen aan het lijntje te houden. Dat is een beetje wat ik doe. En teren op mijn oud geld. Ja. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik niet veel geacteerd heb. Ik heb... Ik mag dat niet doen, acteren. Ik denk dat dat slecht is. Je ziet dat altijd, hè, wanneer iemand acteert. Dus ik heb vooral mijn best gedaan om zo normaal mogelijk te doen. Ja. Maar waarschijnlijk ook omdat ik geen acteur ben. Ik bedoel, dat is een ambacht dat mij totaal vreemd is. Dus ik zou dat wel eens kans gevonden hebben om daar echt een nieuw personage te gaan creëren. Ik heb dat niet gedurfd. Dus ik dacht, ik ga toch maar zo dicht mogelijk bij mezelf te gaan zoeken. Dat gaat het veiligste zijn. Dat is natuurlijk ambetant wanneer dat je Emilie bent en je vraagt aan een schrijver. Dus ja, ik had dat scenario ook nog niet helemaal uitgelezen die avond. Toen ik op de set kwam, waren er nog dingen die ik moest ontdekken. En af en toe dacht ik ook, Emilie, meisje, dat kan hier wel beter geformuleerd worden. Af en toe was het leuk. In pittige zin, dat ik dacht, nee, dit is echt zo'n slechte zin. Dit krijg ik niet uit mijn mond. We gaan dat hier opnieuw schrijven. een beetje nijkelig van mij wel. Maar dat kon wel. We komen goed overeen, dus... Ze had dat ook gezegd trouwens, van... Als er iets is waarvan je denkt, dit is te herschrijven, doe dat maar. En ik denk dat dat ook wel eigen is, zeker aan het métier, dat je af en toe... Ja, je moet die bepaalde zinnen naar je mond zetten, hè. Denk ik dan. Doen echte acteurs dat niet ook? Ik vermoed van wel. Ik had een bepaald beeld van Maaike die ik onvoldoende kende. Ik stond daar nu mee op de set en ik dacht, fuck jong, jij kunt echt wel goed acteren. Dus ik was behoorlijk onder de indruk en ik ben daar heel stilletjes gebleven ook. Ik heb mij absoluut niet opgeworpen van, gasten, ik ben hier. Nee, in tegendeel. Onder tapijt kruipen en zo onopvallend mogelijk aanwezig zijn tussen echte acteurs.
Ik vond het heel indrukwekkend, ja, echt wel. Marijke en ik kennen elkaar al 20 jaar. Ik heb 2 toneelstukken voor haar geschreven. En waarschijnlijk gaan we ooit nog wel eens samenwerken. Al hadden we het daar vroeger meer over dan vandaag. Maar het is alleszins iemand waarmee ik altijd al graag heb samengewerkt. En een heel lollige madame, die ook heel ernstig kan zijn. En dat is wel een combinatie die mij ligt. Ja, Marijke, fantastisch. Dus wie had dat ooit gedacht, hè, dat ik nog met Marijke ging op een set staan. Marijke die mij af en toe ook wel eens tot de orde riep. Ik heb zo'n kusscène bijvoorbeeld met Hilde. Ik hoor Marijke nog altijd roepen. Hey, verrust! Dit is hier geen pornoset, hè? We waren iets te ernstig aan het oefenen. Zo'n kusscène, dat moet toch even ingeoefend worden. Dat is eigenlijk toevallig, hoor. Het is helemaal niet zo, want ik heb dan nu al een beetje de angst van, ja, allez, hij pijst nu ook al dat hij kan acteren, het schrijverken. Dus ik heb ook wel die angst dat ik dat ga hebben straks met film. Maar hij is toevallig gekomen. Ik had een scenario. Het liefst van al had ik gehad dat dat een roman was. Omdat dat nog altijd mijn lievelingsspeelgoed is, de roman. Maar dat lukte niet. Dat was echt een verhaal dat liet zich niet vertellen in romanvorm. Toneel vond ik ook niet goed. Ik had te veel beweging nodig en muziek ook. Ik dacht, oké, we gaan een filmscenario proberen. En ik had dan een Nederlandse regisseur die daar wel iets in zag, Michiel van Erp. Ik vond dat tof, toffe gast ook. Maar gaandeweg voelde ik zijn visie op mijn scenario niet meer. En dan heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en heb ik gezegd van ik ga mijn scenario terugkopen. Ik ga het zelf doen. Maar goed, ik heb daar nog een hele lange weg te gaan, hoor. Ik moet dat scenario eigenlijk nog scherper stellen en ik kan bijna niks concreets vertellen op dit moment over die film. Maar ik hoop wel dat die, ja, ik hoef daar niet, want het is het nadeel aan film, dat duurt zo lang, hè, man. Goh, voordat dat kinken begint te groeien, dat is ongelooflijk. Dus ik hoop over 2 jaar dat we daar ook weer mee klaar zijn. In mijn stoutste dromen heb ik een road dance film. Maar dat mag geen stoute dromen, ja.